Op het terrein van de voormalige kunstzijdefabriek Enka verrijst nu de Enkawijk. De wijk is nog niet helemaal af. De Edische Gemeenteraad sprak donderdagavond 10 september over de plannen voor het laatste deel van de Enkawijk. Ja, bij de Enkerwijkontwikkeling horen ook uh, uh, op een gegeven moment uh, de laatste woningen die nu worden uh, uh, opgeleverd. Hè? Want er zijn heel veel uh, middencategorie woningen opgeleverd en nu hebben we dus een, uh, een grote ontwikkeling mogelijk gemaakt middels het bestemmingsplan vanavond van 201 woningen gestapelde woningen tot zeven ze bouwlagen hoog. Uh, uh, wat wij dan noemen plandeel Noord uh, uh, aan de rand van het nieuwe uh, te tevreden busstation. Dus daar komen 201 woningen straks. Uh, uh, dat hebben we vanavond middels dit bestemmingsplan hebben we dat besloten. Komen er alleen woningen of komt er bijvoorbeeld ook horeca winkels? Nou, we hebben daar een, een plint in gedacht, dus dat betekent ook dat daar voorzieningen in kunnen komen, wijkvoorzieningen. Uh, uh, we weten exacte invulling niet, maar het mooiste is daar een, een paviljoen gepland met uh, met name daghoreca. Parkeren, hoe zit het daarmee? Want dat is toch wel een hot topic hè, bij de Enkerwijk. wijk. Ja. Dat is uh, pas een meter geweest. We hebben daar enorme opgaven, een parkeeropgave, zo heet dat. Hè. Er moesten in die wijk nog parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Uh, de bezoekers zelf en de bewoners zelf die moesten een plek krijgen. We hebben daar ook uh, goed aan gerekend. Want uh, uh, het, het valt niet mee. Er komt daar een nieuwe PNR, een nieuwe uh, parkeervoorziening. Er is uh, dubbel gebruik mogelijk met uh, commerciële parkeerplaatsen verderop. Het was pas een meter, maar het is gelukt. En je wilt zoveel mogelijk groen bewaren. Dat is eigenlijk de opgave vaak. Zijn het huurwoningen die er gaan komen? Of? Een mix van, van, van betaalbare uh, huur en koop. Wanneer gaat de schop de grond in? Uh, wij, uh, uh, ja, op het moment dat het onherroepelijk wordt, hè, dan uh, hopen we altijd gelijk dat het gerealiseerd wordt. Ede zit uh, met smart op dit uh, uh, arsenaal uh, uh, toevoeging te wachten. Dus wij hopen zo snel mogelijk. En dat zou best dit jaar kunnen zijn. Ja.